voel me wel vereerd, ook al voelt het wel erg dubbel, moet ik zeggen. Ja, het is natuurlijk wel voor heldenmoed, maar ik zie het zelf eigenlijk niet zo. Maar ik vind wel heel mooi dat ik dit heb gekregen. Liever had ze hier natuurlijk niet gestaan. Ze werd in 2016 verkracht, maar voelde zich niet serieus genomen door de politie. En dus besloot Sylvia zelf de dader op te sporen. Zo gebruikte hij haar dating-app. De Horendse achterhaalde zijn adres door haar verkrachter te verleiden. Dat hij uiteindelijk werd opgepakt, was voornamelijk aan haar speurwerk te danken. Wat haar is overkomen en hoe zij zich daaruit heeft gered, dan is dat al moedig geweest met een groot doorzettingsvermogen. Maar wat natuurlijk de grote tragedie is, als ze aangifte gaat doen bij de politie, dat je ziet dat de politie haar erg in de steek laat. En door haar toedoen is de dader gepakt en uiteindelijk zijn straf uitgezet, het land uitgezet. Dus ik vind haar doortastendheid en haar moed van optreden fantastisch. Zelf is Sylvia blij dat haar verhaal weer onder de aandacht is. Want ondanks dat de Zedenpolitie beloofde verbeteringen door te voeren, is dat volgens haar nog amper gebeurd. Ja, het verwatert blijkbaar. Dus wel goed dat er wel weer aandacht voor is. Ik hoop dat er toch uiteindelijk wel iets gaat veranderen. Er loopt natuurlijk ook nog steeds een onderzoek nu naar de bejegening van zedenslachtoffers. Een landelijk onderzoek. Dus misschien dat daar nog wat uitkomt, dat de Zedenpolitie daar nog iets mee gaat doen.